Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik ben niet thuis. Ik heb deze paarse muur op de achtergrond. Want ik zit namelijk in de bioscoop. Ik ben net naar de film geweest. Hutslers. En dat is zeg maar hier zo. Daar ga ik eventjes heen lopen. Ik zat namelijk in zaal nummer 4. Maar ik vind de film niet zo heel erg leuk. Omdat het alleen maar een beetje over strippen gaat en zo. En Cardi B speelt erin, Jennifer Lopez. Het is op zich wel een leuke film, je moet ervan houden. Maar ik vind het een beetje too much. Dit is trouwens mijn outfit. Deze trui komt van de H&M. Dit dingetje ook van de H&M. Mijn broek komt ook van de H&M. Mijn schoenen van Champion. Het is nu, even kijken. Nog over 2 minuten is het 15:20. En de film duurt tot 50. Dus ik zit hier letterlijk met al mijn vrienden. Letterlijk 50 minuten. Nog een half uurtje te wachten. Maar ik ga dadelijk eventjes een telefoontje plegen. En ja, ik spreek jullie zo weer. Wie is de healthy bitch van ons twee? Echt al, zegt mevrouwtje die net een patatje in de bekkies gooit. Ik heb lekker alleen een colaatje. Dus I am the healthy bitch over here. Hij wil niet scherp stellen op mijn cola. Hij wil niet scherp stellen op mijn cola. Wat is dit? Maar wel op jouw hoofd. Heel prachtig. Helemaal mooi. Kia, wat vond jij van de film? Ik vond hem wel leuk. Wat vond ik ervan? Heel leuk. Ik vond hem in één woord. Kut. Ja, precies. Ga maar lekker eten. Ik jat een patatje. Doei. Jamie en healthy lifestyle gaat niet samen. Later. Inmiddels ben ik er thuis. Het is nu 10:00. En ik heb best wel leuke dingetjes gekocht. Wat? En het is ineens donker. In mijn kamer. There I am. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is nu 8:15. Ik ben een tijdje wakker. Ik was om 6:30 al wakker. Omdat ze aan de overkant aan het heien zijn. En het lijkt net of je op een fucking trilplaat ligt. Dus dat is echt vervelend. Dus hier zo. Maar wat ik vandaag dus ga doen. Is ik heb voor de rest niet zo heel veel op de planning. Ik wil alleen even mijn kamer op gaan ruimen. En alvast kleding gaan uitzoeken. Wat ik het weekend mee wil nemen. Dingetjes wassen, etcetera. Dus het wordt vandaag eigenlijk een soort van ik ga mijn kamer opruimen dagje. Dus daar heb ik wel zin in. Mijn stem is eigenlijk wel weer weg. Fijn dit. Maar ik neem jullie gewoon mee. En ik hoop dat jullie deze weekvlog weer leuk gaan vinden. Oké, inmiddels is het alweer 1 uur later. Ik loop nu de trap af. Want ik ga zo meteen de hondjes uitlaten. Buiten. Dus daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Maar eerst gaan we natuurlijk hallo zeggen tegen mijn twee favoriete doelrakjes. Ga ik de deur open doen? Zijn dat nou mijn twee favorietjes hier? Hallo meiden. Kom jij iets brengen bij mij, Wolf? Wolfje, kom je iets brengen? Wat heb je? Woekje heeft knuffel. Woekje. Kom maar. Kom maar. Ja. Cuteness in overload. Hoppa. Mijn schoentjes aandoen. Gaan we dan buiten spelen? Uitspelen! Gaan we zo meteen buiten spelen! Even mijn schoenen aandoen, Boef. Ja, jullie weten precies hoe laat het is als ik mijn schoenen aandoe. Hallo. Auw, je pijnt me. Kom, ga ik jullie meenemen naar buiten. Kom. Auw, en dan springen ze altijd letterlijk hier achter me aan. Ik ga lekker even met honden wandelen. Dus dat ga ik nu doen. Nu zit ik weer op de bank. Ik ben net lekker even buiten geweest met de honden. Ze liggen nu van Pampus op de bank. Hé, Boef. Hallo, Boefie. En daar ligt die andere doerakkie. Die gaan we ook even. Hey Boef! We zijn lekker aan het chillen. En ondertussen ben ik lekker hier zo koffietijd aan het kijken.
Want daar heb ik super veel zin in. En ik ben verkouden. Dus helemaal top, 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 top. Leuk voor het weekend ook. Super dat het weer precies in de week is dat ik een weekendje weg ga. En ja, fijn dit. Ik ga lekker koffietijd kijken en dan spreken jullie zo weer. Samantha en haar obsessie voor Pokémon. Gezellig. Nou, ik loop dus nu in de stad. Ik ben met Samantha. Samantha, zwaai eens. En ja, we zijn nu even de laatste dingetjes aan het kopen. Ik dan voor morgen, want morgen ga ik natuurlijk dat weekend weg. En we lopen nu op de kermis. Hoe leuk vind je de kermis dan? Hoe leeg is de kermis? Hij is gesloten. Wat? Hij is gesloten. Ja, hij is gesloten. Dus we gaan nu foto's maken en dan neem ik jullie mee. Passen met Samantha. Sam. Alles zit lekker met zoltjes. Alles zit lekkerder met zoltjes. Alles. Everything. En ik ben weer thuis. Het was super gezellig. Even met Samantha in de stad. En kijk wat binnenkwam. Mijn aalsospakketje. Dus die ga ik even met jullie gezellig unboxen. En ben ik nou niet scherp? Jawel, nu ben ik scherp. Mijn aalsospakketje is geleverd. Dus ik ga dat even met jullie unboxen. Oké, even jas uit. Pet op. Oké. Mijn haar zit fantastisch plat. Fijn dit. Laten we het pakketje openmaken. Ik heb twee dingen besteld. Ik had eigenlijk wat leuke ideetjes in mijn hoofd. Heel fijn dat dit is gebeurd. Ik heb een bloedhekel aan altijd die verpakking open. Maar ik heb hem open. Als eerste zie ik de bon. En dan heb ik twee dingetjes van Collusion. Ik ga eerst deze openen. Want hier ben ik echt benieuwd naar. Want op de foto leek het een crop top. Dus ik ben benieuwd hoe deze valt. Oh my god, deze is vet leuk. Oh my god. Nou, deze dus. En er staan heel groot op. Collusion, Collusion, Collusion. Vet leuk. Oké, dit is dus de top. Het heeft lekker oversized. Ik vind hem heel tof. Maar oké, nu gaan we de test doen. Ja, je ziet wel wat, maar niet heel veel. Maar ik vind het oversized gewoon best wel tof. Dus, love it! Als volgende heb ik deze hoodie. En die vind ik ook heel tof. Nou, hoodie, trui. Achtig, maar ik vond het printje zo leuk. En dat was zeg maar, ik kreeg een beetje dat van suikerspin gehalte. Kijk hoe cute. Lekker oversized. Hou ik van. Die kleuren zijn vet mooi. Met Collusion erop. Vet leuk. Dus daar kunnen jullie nu naar gaan kijken naar het aanbeeld. Deze trui die vind ik ook heel erg leuk. Voor bijvoorbeeld, ja weet ik niet. Maar daar staat hier ook Collusion op. En ook een soort van oversized. Dus I love it so much. Ik ben echt blij met de items. En ik ben nog net op tijd, want het kwam dus aan toen ik er niet was. Toen ik aan het werkje even was. Dus vet leuk. Ja, love it. Oké, inmiddels zijn we alweer een paar uur verder. Ik heb mijn koffer ingepakt. Die staat nu daar. Het kledingstuk van Kiaar, die komt zo meteen naar mij toe, want ze blijft hier ook slapen. Dan komt ze die ophalen. Ik ben het alleen nog niet uit over welke schoenen ik nou mee wil nemen. Mijn Nike's, die zijn heel tof, bij een zwarte basic outfit. Mijn Champions, omdat ik gewoon weet dat ik daar echt gewoon lekker op kan lopen. Hetzelfde met Vans. Dus ik ben er nog niet over uit welke schoenen ik nou mee moet nemen. Welke schoenen zou jij meenemen? Zet het even in de comments. Wat ik dus nu ga doen, is ik ga zo heel even dansen. Dan ga ik alvast een deel monteren van de vlog. Dat ik daar geen zondag meer stress aan heb. Van, oh my god, ik moet hem nog editen. Dat staat hier ingepland. Hoe ik het ga doen met het uploaden van de komende vlogs. Maandag komt deze vlog live. Woensdag of donderdag. Nee, donderdag komt Tina vlog online. En dan vanaf maandag weer de week vlog. Met onder andere het concert van Little Mix. Waar ik over zeg. Oh my god, als je deze vlog ziet, is Little Mix letterlijk overmorgen. Oh my god. Can't wait! Oké, inmiddels is het
Tien over tien bijna. En ik ben met... Kiara. En wat gaan we morgen doen, Kiara? Daryl. Hey. En we hebben net lekker heel veel van dit soort snoepjes op. En we hebben nog steeds honger. Jamie en ik kunnen niet zonder eten. We hebben altijd... Oh, wacht maar. Hier zit die neusspray er zo in van mij. Oh, ik vind die leuker. Volgens mij heb ik er... Nee, ik heb er twee van die gene. Ik heb één van deze. Ja. Van Lara Pontecorvo bij L'Oreal. Oh, maar wij gaan nu even lekker even kijken of we beneden nog wat kunnen vreten. Want we hebben trek voor leven. En wat ben jij nou weer aan het doen met je gekke donsie? Ja. Dus, huts, niffo, doe normaal. Wow. Krullen op mijn hoofd en niks bezig, niffo. Huts. Doe eens nog een keer. Nee. Stik voorzichtig. Ja. Wat een mooie panty. Wat een mooie panty, meid. Shit. Hou je mond. Kom ik nu in je vlog? Ja, je komt nu in mijn vlog. Wil je wat zeggen, meid? Ik kan niet weten wat ik moet zeggen. Hi. Wijnen. Wijnen. Ach, doe niet zo vervelend. Kiar. Wijn. Jij hebt wijn, hè? Ik heb wijn. Jij hebt wijn. Kiara heeft wijn. Ik heb Hugo. Dat hoop van jou. Oh, wat erg dit. Oké, inmiddels is het 11 uur. En ik ben lekker aan het live gaan. Eventjes op Instagram. Kiara die zit hier op de grond. En bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet eventjes me te volgen op social media. En dan zie ik jullie terug in de Tina vlog. Kia, hoeveel zin heb je in Tina? Heel veel. Heel veel zin. Dus ik zie jullie snel weer op mijn YouTube kanaal. Laters.